Vanmorgen heb ik een video geüpload over wanneer de raket gaat lanceren. Waarschijnlijk de zaterdagavond. Dan zijn we natuurlijk hier ook live. Dus druk alvast op dat belletje en abonneren moet je ervoor doen voordat je op dat belletje kan drukken natuurlijk. Maar hier is iets nieuws geleakt. En zoals je ziet, zie je hier de raket in de map liggen. Wauw. Dit heeft iemand dus gevonden. Link zit in de beschrijving van deze video. We gaan even kijken. Want kijk, je ziet gewoon de raket hier in de grond zitten. Maar verder, ja, je ziet dus de raket. Maar wat is er gebeurd? Er is geen grote explosie, verder niks. Dus dit wil zeggen dat dit maar een onderdeel van de raket is. Dus dit wil ook meteen zeggen dat de raket misschien wel in de lucht zit. Want als je logisch nadenkt, een raket, we gaan nog gewoon even verder spelen. Een raket gaat de lucht in, maar die laat onderweg allemaal onderdelen achter, zodat die in de raket of in de lucht gewoon verder kan. Ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt, maar hij laat dus allemaal dingetjes achter. We zien hier dus de raket en zodra er mensen aankomen, je ziet ze zo waarschijnlijk aankomen. Ik heb de video niet helemaal gezien. Ja, dan verdwijnt dit. Dus je ziet ze aankomen en in één keer verdwijnt dit. Ik heb dit zelf ook geprobeerd en dat kan je hier zo zien. Ik druk op play en dan gaat hij zich afspelen. Gaat hij afspelen. Als het goed is land ik hier zo meteen in. Kijk, er komen al mensen aan en wij zien alleen maar deze brokken hier liggen. En die brokken, ja, het is heel apart dat die hier liggen en niet de raket zelf. Dat ik dat dan weer niet zie. Misschien is dat allemaal gepatcht. Want vanmorgen was er een update. Een hele kleine update. Een nood-update. Dus waarschijnlijk hebben ze dat dus gefixt. Maar ik kom hier ook ergens aangevlogen. Dat zie je zo meteen. Ja, en ineens is hij weg. Zodra er dus mensen in de buurt komen, zal dit verdwijnen. En als het goed is, zie je mijn naam. Ja, daar kom ik aan. Nou, ik zie het dus niet. Heel erg apart. We gaan even naar de raket toe vliegen, denk ik dan maar. Want daar is het dus allemaal gaande. De raket. We zien het onderste deel van de raket. Zien we dus op de map. Of ja, in ieder geval die jongen zag dat. Dus waarschijnlijk gaat dat daar dus landen. En als je dus logisch na gaat denken, zit de rest van de raket misschien wel in de lucht. Dit is het enige wat we kunnen zien van de raket, wat dus echt op de map nog is. De raket zelf, die blijf je hier trouwens nog wel zien. Die gaat pas echt weg over 2 dagen en 9 uur. Ja, dan gaat die pas echt weg. Maar het onderste deel zagen wij dus hier op de map. En het onderste deel gaat tot aan het gele. Dat zagen we gewoon op de map. En dat bovenste deel, dat zit dus waarschijnlijk gewoon in de ruimte. Misschien met of zonder die zijdingetjes, maar dat weet ik niet. Misschien liggen die ergens anders. Maar het is gewoon logisch. Het is altijd zo dat de raket dus het onderste deel ergens dropt. Normaal zie je dat niet echt op de wereld volgens mij. Normaal gaat het gewoon weg. Dan brandt dat allemaal weg. Maar nu is het dus neergestort op de wereld. Ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt met ruimtedingetjes. Maar het onderste deel laat wel los. Dat weet ik wel. Jongens, dus heel erg tof. Het gaat beginnen. Het is al lang begonnen, maar het gaat allemaal super ziek worden. Dit gaan we dus binnenkort zien op Anarchy Acres. En er gaan nog veel meer leuke dingen gebeuren. Nog veel meer spannende dingen. De map zal gaan veranderen. Dat zeker. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.